Dus hier komt het van waarom ik zo lang geen YouTube weekvlogs heb gemaakt. En dat is doordat ik gewoon zoveel. Yo, beste mensen, ontzettend tof dat jullie weer kijken weer bij deze nieuwe video. Hoe moet ik deze video starten eigenlijk? Ja. Ik heb gezegd dat ik woensdag de video zou plaatsen. En het is nu inmiddels. Kijk hoor, ik moet even synchroniseren. Nou ja, in ieder geval. Nou hier. 10 over. Nou, net iets over 7 is het. Op vrijdag. En deze video is dus. Ik ga ook nu geen tijd zeggen hoe laat het online is. Maar in ieder geval maak ik deze video veel te laat. Om te zeggen. Waarom ik. De afgelopen tijd niet zo heel veel vlogs heb geüpload eigenlijk. Dus hier komt het. Van waarom ik. Zo lang geen YouTube weekvlogs heb gemaakt. En dat is. Doordat ik gewoon. Zoveel achterstanden had slash heb op school. En dat maakte daardoor dat ik in de tussentijd heb ik vreselijk lang voor school gestreden om gewoon muizen te maken. Nu zit er alweer een einde eraan, want ik hoef nog maar nog een paar enkele dingen nog af te ronden. En dan ben ik al klaar voor stage die ik ga lopen voor na de vakantie 12 mei. Als het allemaal niet weer gaat sluiten en zo. Maar dat is het een beetje van waarom ik dat had. Tenminste, waarom ik niet zoveel vlogs heb geüpload. Waarom ik gewoon vreselijk veel achterstanden had. Dus heb. Waardoor ik dan minder tijd instok in YouTube. En als het YouTube was, dan ik zou eventjes voor jullie kijken. Want dan kan ik ook terugkijken. Of terugzien. Eventjes geduld. Hier. Kijk, de Voice Kids wou ik gewoon uploaden. Gewoon puur omdat het ook leuk was. Maar Flikker mijn gezicht heb ik geüpload voor de kijkuren. Sneeuwwitje heb ik geüpload voor de kijkuren. Lorraine Euphoria heb ik geüpload omdat ik het leuk vind. Eigenlijk is er. Van de vlog van na weken weer een weekvlog. Naar. Kijk hoor, moet ik even. 52. Ja, dus anderhalve maand heb ik dus niks geüpload qua weekvlog. Wel af en toe een keer live geweest. Maar doordat ik dan ook veel bezig was voor school en ook op privé. Heb ik hierdoor ook geen vlogs of video's kunnen opnemen. Of wel de tijd te voornemen. Maar ik beloof jullie wel dat er zo snel mogelijk een verandering daarin komt. Omdat het ook gewoon, voor mij is het nog wel gewoon vrijdag. Maar voor mij is alles, al mijn achterstanden zijn weggewerkt. Voor dan is het dan vakantie. En vanaf dan komen er ook gewoon zoals deze video's. En dan heb ik ook nog gewoon. Een game speel, zeg maar. Dat soort leuke video's lijkt me echt super leuk weer om te gaan maken. Ja, natuurlijk hebben mijn iPad spring even aan. Maar ja, dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. Omdat dit gemaakt gewoon echt gewoon de interactie weer met jullie als kijkers. Want we hebben inmiddels, terwijl ik deze video opneem, real life. We hebben op dit moment de 400 en 300 abonnees. En ik. Tenminste, ik zal jullie dat even laten zien. Scherp stellen. Of ik zie je zo wel. Ja, jullie ietsjes beter, waardoor er dan 433 abonnees is. Ja, ik ben weer terug. Jullie hebben ook al wel gezegd dat ik een beetje moe ben. Maar ja, daarom heb ik ook. Veel meer vrije tijd ook tegelijk genomen om gewoon verder nu bezig te gaan. Maar
Ik wil jullie graag heel erg bedanken voor het kijken naar deze informatievideo. Het duurt allemaal langer dan gedacht. Al langer dan ik had gezegd. Sorry daarvoor dat ik al geen video's heb kunnen uploaden. En ik kan jullie wel alvast nu wel één ding al wel garanderen. Dat we zondag, eigenlijk zondag, want dat is nu vrijdag ook voor jullie. Eigenlijk zondag een video aankomt over de game die ik heel vaak speel. Laten we zeggen Fortnite. Ja, ik heb daarvoor iets, ik heb daar weer meer nieuws van. Dus ja, ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Zo ja, vergeet er niet een duimpje omhoog te zetten. En ik hoop dat jullie ook de nieuwe intro leuk vinden. Want ja, ik heb er weer keihard aan gewerkt om... Ja, keihard in ieder geval wel weer gekeken naar een nieuwe intro. Wat geen copyright claim krijgt. Die intro is dus geworden. Vergeet niet te liken op deze video. Om je te abonneren gratis hier beneden. Allemaal gratis, helemaal voor niks. Bijna moeite, gratis abonneren. Niet doen. Gewoon abonneren, alsjeblieft. Dankjewel. En dan zie je jullie uiteraard binnenkort weer bij een nieuwe video. Laters.